kersverse burgemeester van Heumen kiest ervoor om de lintjes persoonlijk bij mensen thuis uit te reiken. Ja, ik dacht, mijn eigen plek waar mensen zich prettig voelen, vrienden die daar op uitnodiging zijn en zich daar ook prettig voelen. Iedereen voelt zich eigenlijk lekker. En dat leek me een goede plek om dan de dankbaarheid van al die mensen over te brengen. Ineke de Groot zet zich als voorzitter van de Stichting Kattenzorg al 26 jaar in om de overlast van zwerfkatten te verminderen. En dat is de reden dat Johanna Comarina de Groot Ribbe lid wordt van in de orde van Oranje Nassau. Nee, dat kan toch niet? Ja, ik ben er echt helemaal beduusd van. Jazeker. U was er zelfs emotioneel van, hè? Ja, inderdaad. Ja, dit nooit verwacht. Nee. Uw vrouw was echt overdonderd, hè? Ja. En ik had tegen haar gezegd, gisteravond laat, van ik heb een verrassing voor je, maar dat is morgen. Want ik dacht, ik vertel het zo laat mogelijk, want anders gaat ze nadenken, vragen stellen eventueel. Dus zeg, hoe later, hoe beter. En dat is gelukt. Katten hebben een heel speciaal plekje in mijn hart. Ze zijn eigenlijk heel apart. Ik bedoel, een hond kan je richten, hè? Die kan je een heleboel leren. Ja, en een kat, leer maar wat. Die denkt toch van, ik doe het niet. En nu heeft u een decoratie. Ja. Hoe voelt dat? Koninklijk. Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het zo mooi.